Welkom bij een nieuwe aardrijkskunde-podcast. Mijn naam is David Pijpaard, dit is Klimaatvraagstukken, schoolexamenstof. Klimaatvraagstukken is een hoofdstuk of een domein wat uit vier hoofdstukken bestaat. En dit is hoofdstuk 1 en dat gaat over klimaatsystemen. En dit is paragraaf 1.3, rivieren in de oceanen. Klinkt heel gek, rivieren in de oceanen, maar het heeft te maken met windstromingen, of sorry, met waterstromingen binnen de oceaan zelf. Allereerst de deelvragen. Wat is de invloed van zeestromen op het klimaat? En dan gaan we kijken naar El Niño en La Niña. Oceanische circulatie. Eigenlijk wat de titel al zegt, dat zijn rivieren binnen de oceaan. Dus die hebben een eigen kracht en een eigen richting binnen dat hele grote gebied wat oceaan heet. En door overheersende winden komen dus ook oceanen in beweging. Denk aan de sterke passaatwinden die zorgen dat dat water in beweging komt, althans de bovenste laag. Maar ook zeestromen hebben een Corioliskracht, dus ook dat gaat met een afwijking naar rechts op het noordelijke halfrond en naar links op het zuidelijke halfrond. Dus alleen die Westerdrift, die zie je later nog wel in beeld, is een van de weinigen die zich niet aan deze regel houdt. Nou, je hebt twee soorten zeestromen. Goed onthouden, je hebt de koude zeestroom, die zorgt voor meer koud water op lagere breedte. En je hebt de warme zeestromen, die zorgt voor meer warm water op hogere breedte. En nu gaan we kijken van hoe zit dat dan met die koude en warme zeestromen. Nou, zoals ik al net zei, je ziet hier onderin westendrift, westenwinddrift, die houdt zich helemaal niet aan het systeem, maar de rest zorgt ervoor dat water van bijvoorbeeld de evenaar naar de polen gaat en andersom weer terug. Een belangrijk voorbeeld is de golfstroom voor Nederland. Dan zie je vanaf de kust van Amerika. En die komt dus over de evenaar heen, buigt zich af en gaat zo richting Europa. En je ziet dat helemaal naar de Noordpool toe gaan, waarvoor alvorens weer als een koude zeestroom terugkomt. De belangrijkste zeestromen voor het klimaat zitten dus rond de subtropen, dus rond zo'n 30, 40 graden. Niet op de evenaar zelf, maar er net onder of er net boven. Heeft ook toevallig te maken met hoe de continenten nu staan. Door de golfstroom, dat is deze, hebben we in Europa een zachter klimaat. En dat komt ervoor omdat er gewoon heel veel warm water met de golfstroom richting Europa toe gaat. Kijk eens goed naar de kaart. Je ziet Spanje en je ziet bijvoorbeeld Barcelona is een goed voorbeeld, of Madrid. En pak New York. Die zitten ongeveer op dezelfde breedte. Maar ga je in New York in de winter daar kerst vieren, dan kan het wel eens min 40 zijn. Extreme temperaturen, maar dat is voorgekomen. Maar als het min 5 graden is in Spanje, dan is dat extreem. Dus het is in Spanje veel warmer dan in New York in de winter. En dat heeft alles met die golfstroom te maken. En ook hoe de wind waait natuurlijk, want de wind heeft daar een afwijking naar rechts. Dus daarom heb je ook meer een landklimaat in New York. Maar wat gebeurt er nou? Even een dwarsdoorsnede. Je hebt de golfstroom, je ziet hem daarboven, die stroomt richting de polen. Bij Groenland komt hij aan en wordt alsmaar kouder en kouder. Het wordt koud en er ontstaat ijs en in ijs zit minder zout. Dus het zout blijft wat meer achter in het water en gaat minder in het ijs zitten. Dus het deelt zich als het ware. Dus je hebt koud water en zout water. Nou, koud zout water zakt. Dus je krijgt daar een afzinkgebied. Dan gaat het dus over de bodem van de oceaan, weer richting de evenaar. En op een gegeven moment komt het weer boven en wordt weer opgenomen in de golfstroom en gaat weer terug naar Groenland. Doordat het dus bij Groenland afzinkt, naar beneden zinkt, trekt hij als het ware die golfstroom in werking, waardoor dus er op een andere plek water omhoog komt. Dus hoe harder het zakt bij Groenland, des te sterker is die stroming. Dus als je straks meer landijs wat in het wat smelt, dus in de oceanen komt, dan heb je dus minder zout water en dan neemt die pompkracht dus af. Dus die afzink
gebieden nemen dan af. Zo gaat het dus over de hele wereld. Je ziet heel duidelijk daarboven in het noorden de diepwaterpomp, dus het afzinkgebied. En dan komt het, gaat het over de hele Atlantische Oceaan en komt het op het zuidelijke halfrond weer boven. En dit is dus een warmtetransporteur. Dus eigenlijk brengt het te veel warmte richting Europa in verhouding hè, met de rest van de breedtes als je naar klimaat gaat kijken. Maar aan de andere kant zorgt het dus ook voor wat meer kou langs de, bijvoorbeeld de oostkust van Afrika. Normale situatie, en dan hebben we het over de grote oceaan, daar gaan we naar kijken. Je hebt passaatwinden en oceanische stromen. Je hebt de oceanische stromen gezien, het vorige plaatje, en de passaatwinden die waaien zo, met een afwijking naar rechts op het noordelijke halfrond, afwijking naar links op het zuidelijke halfrond, en je ziet hier een 3D kaartje waar wat wordt verduidelijkt. Je hebt dus stroming van water die kant op gaat, naar het westen. En dat zie je dus terug hier op dit kaartje. En nu moet je even goed opletten. Je hebt dus een passaatwind die de bovenste laag van het water richting Australië verplaatst. Vochtige lucht van die oceaan verplaatst je ook naar Australië. De zeestroom verplaatst het water richting het westen. En dan krijg je dus het volgende. Omdat alles naar het westen wordt verschoven, komt er voor de kust van Zuid-Amerika, dus voor de kust komt er een hoge druk, dus geen neerslag. En nog iets anders, je ziet in het kaartje, zie je dat koud water daar omhoog kan komen. Als het ware wordt de bovenste laag warm water wordt weggetrokken en daar komt koud water mee omhoog. En koud water, dat bevat behoorlijk wat vis, dus dat is goed voor de visserij aan de kust van Zuid-Amerika. Tevens zie je ook dat er veel neerslag ontstaat bij Indonesië. En dit is de normale situatie die jaarlijks rond de kerst terugkomt rond de Pacifische Oceaan, ofwel de Grote Oceaan. Maar dan heb je El Niño, het kerstkind. Want eens in de zoveel tijd, aantal 7, 8, soms wel 10 jaar, vallen die passaatwinden weg. En precieze oorzaak is nog niet bekend. Maar de ene keer zijn ze wat zwakker, waardoor de hele functie wegvalt. En de andere keer zijn ze dus wel sterk en dan krijg je een normale situatie. Maar die passaatwinden, die dus normaal gesproken zo waaiden, die zijn weg. Als gevolg, en dan zien we het even in het 3D-kaartje. Alles blijft gecentreerd rond die Pacifische Oceaan. Dus daar waar het rond de evenaar warm is, stijgt de lucht, valt de neerslag. En daardoor blijft het water midden op de oceaan. Nou, hoe zie je dat dan als je het hebt over gevolg? Je ziet het lage drukgebied bij punt 2, dat blijft rond die grote oceaan in het midden. Zowel vanaf het oosten als het westen wordt lucht aangezogen. Indonesië wordt in één keer droog, omdat het lage drukgebied daar niet meer komt. Latijns-Amerika, Zuid-Amerika krijgt iets meer neerslag omdat dat niet wordt weggetrokken. Maar iets anders, het wordt veel warmer bij Zuid-Amerika, omdat die koude zeestroom kan nu niet meer omhoog komen, omdat het warme water wat erboven zit wordt niet weggetrokken. Dus je krijgt in één keer voor de kust van Zuid-Amerika vele warmere of hogere temperaturen, omdat er geen koud zeewater is. Daardoor gaat het meer regenen dan normaal. De vissers zijn niet blij, want er is geen vis. Indonesië heeft een probleem, omdat normaal gesproken zitten ze echt te wachten op neerslag. Omdat hun droge moesson is in juli en hun natte moesson is juist met de kerst. Dus die hebben dubbele pech, dan krijg je bosbranden enzovoorts. Dus El Niño zorgt gewoon dat het hele systeem in de war is. En wereldwijd, omdat het met elkaar te maken heeft, dus ook. Het kerstkind, en hier zie je het nog een keer, probeer die stappen goed te onthouden. Dus normaal gesproken laag drukgebied boven Australië en Indonesië door de passaatwinden. Omdat die passaatwinden wegvallen, schuift dus als het ware het laag drukgebied weer helemaal naar de grote oceaan in het midden. En dat betekent dus dat er in plaats van neerslag, in plaats van neerslag droogte ontstaat in Indonesië. En er geen veel te warm zeewater is voor de kust van Latijns-Amerika.
En dus minder vis en meer neerslag. Dan krijgen we La Niña. En La Niña is het zusje van El Niño en is een tegenbeweging te noemen. Het is eigenlijk een versterking van het normale systeem met hele sterke passaatwind. Dus vaak is het jaar daarna, na El Niño, heb je El Niño zodat de aarde een tegenbeweging maakt. En dan heb je juist hele sterke passaatwinden, wat dus voor extra neerslag gaat zorgen of juist voor meer droogte. Dus El Niño is een tegenbeweging te noemen van El Niño. Of El Niño. La Niña, een tegenbeweging van El Niño. Sorry, ik had Spaans moeten studeren. Zijn we aan het einde gekomen van deze paragraaf. Deelvraag: wat is de invloed van zeestroom op het klimaat? En El Niño en La Niña zijn uitgelegd. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt. Wil je meer video's bekijken? Ga naar mijn YouTube-kanaal David Pijpaard. Meld je aan en blijf op de hoogte. Succes met het leren!